Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. Toch nog een unpacking, ook vandaag. We hebben al een review opgenomen van Brouwerij De Lekkere. Die heb ik ook vandaag online gezet. Vandaag is het vrijdag, 30 april alweer. Maar ik krijg ook bierpost. Bierpost? Serieus, echt bierpost, mensen. Het is... Ik word er zo blij van. Ik heb bierpost gehad. Van De Lekkere, van Jurian, de hoofdbrouwer van Brouwerij De Lekkere, tevens mijn maat. En ook van Brouwerij Dillewijns. En dat zeg je misschien niet zo veel, misschien ook wel natuurlijk, maar ze zijn beter bekend onder deze bieren. Vicari, of Vicaris, Belgian Beer. En ze waren zo vriendelijk om de Dutch Beer Collective wat bieren op te sturen. En uiteraard gaan we die reviewen. Dat weet je wel. Het gaat hier om een specifiek nieuw type bier. Dus even kijken wat er allemaal in zit. Hoor ik je denken? Seriously? Yes, het is een glas. In een mooi pakketje. Even kijken hoor. Even kijken. Ik vind dit soort dingen, er wordt aandacht aan besteed. Vind ik mooi. Hou ik van. Als ik het ook nog open krijg. Moet ik het niet uit mijn handen laten vallen. Eens even kijken. Zit in ieder geval goed vast. Kijk, daar is die. Vicari. Sorry, Vicaris. Ja, waarom zeg ik Vicari? Klinkt gewoon een beetje Frans. Het is, ik weet het, het is Belgisch. Vlaams. Is Vlaams? In ieder geval, ziet er goed uit. Ik kan hem erin doen. Ja, ik ga het er gewoon in doen. Weet je waarom? Omdat het kan. Het kan gewoon. Maakt niet uit. Check overigens ook de unpacking van Douglas. Volgens mij is Beers with Douglas dus... Ja, samen met mij de enige die deze unpacking doet, denk ik. Ik weet nog niet of Thomas en Gerben hem ook gaan doen. Weet ik niet. Papiertje erbij. Altijd mooi. Eens even kijken. Vicaris. Brouwerij Dillewijns. Vicari Lino is een blond bier met een aangename hoppigheid en een zachte afdronk. Lino is Italiaans voor vlas. Wat meteen ook het unieke ingrediënt is in dit bier. Het resultaat is een evenwichtig en vlot doordrinkbaar bier met een stevige schuimkraag. Het rijke aroma bevat naast toetsen van vlas ook citrushoppen die zorgen voor een frisse en zachte bitterheid. 6,5%. Herontdekking van het vlas. Ja, ik ga toch even door op het ingrediënt. Vlasvezels worden voornamelijk gebruikt voor linnen. Linnen, bier. Oké. Maar intussen zorgt deze edele grondstof voor heel wat innovatietoepassingen. Zoals tennisrackets, surfplanken, fietsen. Andere hoogtechnologische toepassingen kan je terugvinden in de automotief- en bouwsector. Verder is vlas een bron voor bio-energie en wordt de olie uit het lijnzaad gebruikt voor verf, cosmetica, etc. En dat zit dus in het bier. Het kan. Het kan allemaal. Sinds kort heeft dit duurzaam product zijn weg gevonden naar de ambacht van het brouwen. Vicaris Lino is een blond bier met hoge gisting, waar de natuurlijke klasse van veelzijdigheid van het vlas volledig tot zijn recht komt. Het fris zoete aroma van vanilletoetsen en de stroblonde kleur zijn de meest uitgesproken kenmerken van dit authentieke product. Zo dan. We zijn al 4 minuten bezig. Maakt niet uit. Hoort erbij. Dit is de mensen. Vicaris Lino. Ziet er goed uit. Mooie fles. Uiteraard herkenbaar van de Belgische bieren. Ziet er goed uit. Mooi etiket. Prachtig. Ja, en ik geloof het of niet. Ja, ik kan het nog steeds niet geloven. Dat dus.
Ja, ja, ik, ja, vier op een rij. Wie kent het spel niet? Goed. Opener. Altijd handig. Ik zocht er nog eentje voor hier in de garage. Zo. Deze. Dus binnenkort in heel veel reviews. Heel veel, ja. En, check it out, een zakje van het kruid. Of wat is het? Het is een kruid, toch? Ja, vlasvezel. Ja. Zit hierin. Volgens mij zit het er los in, denk ik. Even kijken. Denk het wel. Ja. Mooi. Vlasvezel. Kan je het zien? Ja. Ja, ziet er leuk uit. Hartstikke leuk dat het erbij geleverd is. Hartstikke bedankt. Echt super, super leuk pakket. We gaan ervan genieten. En uiteraard, hou mijn kanaal in de gaten, want tuurlijk gaan we deze reviewen. Tuurlijk gaan we deze reviewen. Vicaris, ik heb al vaker van die bieren gedronken, van hun bieren gedronken. Heerlijke bieren, goed Belgisch doordrinkbaar. En ik ben heel erg benieuwd naar de bier. Het is uniek, one of a kind. Dus nogmaals, hartelijk dank. En ja, twee reviews op een dag. Oké, één unpacking en een review. Moet kunnen toch. Ik ben wat meer gesetteld. Dus er zullen denk ik misschien. Klopt niet allemaal. Maar in ieder geval. Er zullen wel wat vaker reviews langskomen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ja toch. En nogmaals. Bedankt voor het kijken. En uiteraard. Tot de volgende keer. Cheers.